Ja, welkom bij de eerste uitzending. De eerste uitzending van Windplan Groenjournaal. Mooi moment. Leuk dat jullie allemaal kijken. Ja, de bedoeling is dat we in de toekomst vaker langere thema-uitzendingen gaan doen. Zoals vandaag, maar ook kortere nieuwsuitzendingen. Dus jullie gaan nog veel van ons horen. Het is een interactieve uitzending. Dus je vragen kunnen meegenomen worden in de uitzending. Stel ze dus. We weten niet of we alles kunnen behandelen. We gaan een goede poging doen. Maar wees gerust, lukt dat niet? Overal komt een antwoord op. Dus het heeft zeker wel zin om je vraag in te sturen. Want dan komt het gewoon op de website. Dan ga je naar windplangroen.nl/journaal. En dan komt er alsnog een antwoord op je vraag. Je vindt daar ook alles wat je moet weten naar aanleiding van deze uitzending. En je kan de uitzending ook nog eens terugkijken. Dus ga daar zeker naartoe. Vandaag hebben we de stand van zaken en de komende werkzaamheden rond de bouw van de windparken binnen Windplan Groen. En dan hebben we het dus over het oostelijke deel van Oost-Flevoland, voor de goede orde. En ik spreek met de woordvoerders van Windplan Groen, GDS Groen, Tennet, Liander en aannemersbedrijf Van Gelder. Dus allemaal mensen, experts, die weten wat er allemaal gaat gebeuren. Als eerste gast aan tafel gedeputeerde Job Fakkeldij. Welkom. En links van mij bestuursvoorzitter Wim Luijks van Windkoepel Groen. Ja. Wim, even aan jou als eerste om even een korte quote te geven. Wat is het plan van Windplan Groen? Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe turbines, grote turbines. Met een totaalvermogen wat zeg maar, qua energie gelijk komt met de behoefte van ruim 500.000 huishoudens. De behoefte van heel Flevoland. Daar zou je het ook mee kunnen vergelijken, maar dat is niet zo relevant. Oké, ik kom zo bij jou terug, gedeputeerde. Die energietransitie, hoe werkt de provincie Flevoland hier binnen? Nou, volgens mij doen we het goed, maar eigenlijk doen vooral de initiatiefnemers, hè, de mensen die die windplannen realiseren, doen het goed. Het is hier een lange traditie, al voordat het woord energietransitie precies uitgevonden was, waren we er al mee bezig. Maar je kunt niet ontkennen dat we koploper zijn op dit moment als het gaat over de windenergie. Ja, en vooral de initiatieven, dus jullie faciliteren vooral. Dat is jullie rol? Of faciliteren. Zijn jullie aanjagen? Nou ja, we proberen allebei te doen. We jagen aan, we faciliteren, maar proberen ook ervoor te zorgen dat het wel binnen regels gebeurt. Dat iedereen wel de kans krijgt daar iets van te vinden. En dat het ook wel op een goede manier gebeurt. Dus jullie zitten niet achterover te kijken wat er allemaal gebeurt. Jullie zijn daar onderdeel van. We zitten niet achterover te kijken wat er gebeurt. Ook al niet, omdat we samen op moeten trekken. Want niet alleen in Flevoland kun je regels bedenken. Ze zijn er ook bij de Rijksoverheid of andere plaatsen. Ja. En dan moeten we zelf zien dat we het voor Flevoland voor elkaar krijgen. Ja. Je zei het zelf al, een lange historie van windenergie. Ik denk de eerste provincie die überhaupt met wind aan de slag ging. Meerdere plannen, hoe hebben de verschillende plannen vorm gekregen? Het begint natuurlijk bij de initiatiefnemers die al heel lang geleden zagen, eigenlijk kan ik ook best met een windmolen, nou daar kan ik nou mijn geld misschien ook wel mee verdienen. Ja. Want ja, die hebben wat minder last van het weer, zal ik maar zeggen. En dus ontstonden overal in Flevoland losse molens. Een soort van hagelslagplanologie, zal ik maar zeggen. Ja. Dan dachten we van, dat moeten we toch ook niet hebben? Nee, want op een gegeven moment wildgroei. Dus laten we nou eens kijken of we niet met elkaar af kunnen spreken dat we die molens bij wijze van spreken oppakken. En dat we in mooie rechte lijnen, volgend het lijnenspel van Flevoland, die molens gerealiseerd krijgen. En dan minder, maar wel hoger, dat ze meer vermogen leveren. En okay. Dat moet je doen door met die initiatiefnemers te gaan praten. Van, willen jullie daaraan meewerken? Onder welke condities? Ja. En dan moet je regelen dat het ook kan en zelfs moet zo. Maar je maakt het bijna, er is best wel veel weerstand in andere provincies ook en dat zal hier ook wel zijn. Je maakt het bijna dat het heel erg mooi wordt met zo'n lijnenspel. Smaken verschillen, ik vind dat mooi. Ik hou van de strakke lijnen van Flevoland. En als je die lijnen kunt accentueren met lijnopstelling en windmolens. Ja. Het feit dat die initiatiefnemers hiermee begonnen zijn. En dat ze er dus zelf ook belang bij hebben. Ja. Dat er ook gelegenheid is om deel te nemen, te participeren. Voor andere inwoners van Flevoland. Dat een deel van de opbrengst terugvloeit naar de mensen die eromheen wonen. Dat helpt ook allemaal om het jouw windmolen te laten zijn. En een windmolen die van jou is voor een stukje, maakt minder geluid dan een windmolen die niet van jou is. Nee, precies. Het is een beetje een blauwdruk voor de rest van Nederland wat er hier allemaal gebeurt. Ik denk het niet, want ieder gebied is echt anders. De historie is echt anders. Hier hadden we natuurlijk ook de kans, omdat we die Flevolandse boeren, die Flevolandse ondernemers hadden, die dat begin gemaakt hadden, waar we door konden borduren. En dan helpt het dat je niet zoveel geschiedenis hebt soms. Ja precies. Het beleid voor windenergie, wat wil je bereiken? Wat is het doel?
Wat je wil is natuurlijk niet per se dat je koploper bent, maar dat je echt je bijdrage levert in Nederland aan de hele energietransitie, aan het klimaatakkoord. Ja. Daar hebben we met z'n allen voor getekend. In heel Nederland moet 35 terawattuur opgewekt worden. Hier hebben we goede condities. Hier hebben we veel wind. Hier hebben we goede ruimte, mits goed gebruikt. En daar willen we een substantiële bijdrage aan leveren. En jij zegt ook al inderdaad, de inwoners en de initiatiefnemers, die moeten het samen doen. Die inwoners zijn cruciaal om het voor elkaar te krijgen. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Kijk, voor een journaal als dit? Nou ja, een journaal als dit. Nee, maar moet je ook realiseren, het proces loopt al heel lang. Dus alle formele procedures waarin mensen een opvatting hebben kunnen hebben over waar wel en waar niet en hoe dan, dat hebben we eigenlijk al lang afgesloten. De vergunningen zijn verleend, zijn onherroepelijk, rechtszaken, die horen er gewoon bij zijn geweest. Ja. Wat nu van belang is dat we goed blijven informeren, daar helpt zo'n journaal bij. En dat we, zoals het rapport Brenningmeijer voor degene die dat gelezen heeft, zegt, zorg dat je de Flevolander betrekt bij die energietransitie. Dat je ze daar deel van laat uitmaken. En dat je ook met ze in gesprek gaat. Ja. En ook als er zorgen zijn, bezwaren zijn, of het gaat over gezondheid of over geluid, die serieus neemt en helpt van antwoord op voorzien. Ja, niet ontwijken, maar met elkaar dat aangaan. Trots op de windenergie in Flevoland? Want het is nogal wat. Absoluut. Absoluut. Niet alleen omdat het zoveel is, maar vooral ook door het draagvlak dat ervoor is. En ik denk dat we trots kunnen zijn als we dan voor een aantal jaren zien dat die molens gerealiseerd zijn. En we zien waar iedereen in Nederland mee bezig is. En we zien dan hoe dat proces in Flevoland gelopen is. En wat daarvan het resultaat is. Dat is met elkaar trots op te zijn. Niet per se als overheid. We zijn misschien van belang, maar een klein radertje. Die initiatiefnemers die gezegd hebben, ook toen het nog helemaal allemaal niet zo zeker was dat je daar geld mee kon verdienen. Wij gaan het risico nemen, ja. Wij gaan het doen en met elkaar maken we het voor elkaar. Dat is iets om trots op te zijn. Dat is toch een Flevolandse mentaliteit. Ja, en dat pionieren, dat gaat dan eigenlijk jullie goed af. Want meestal als je pioniert, dan stoot je je neus heel vaak. Ja, pionieren is een begrip dat we met enige romantiek hanteren. Het zijn gewoon goede ondernemers, laat ik dat vooropstellen. En natuurlijk stoot je neus. Dat hebben we ook gedaan en dat zullen we af en toe nog blijven doen. Dat is volgende game. Hoort ook bij ondernemen, vind ik, hoort ook bij besturen. Precies, precies. Wim, vandaag staat dat windplan Groen Centraal. Jij bent dan bestuurvoorzitter van Windkoepel Groen. Windplan Groen, kan jij even voor de kijker thuis even heel kort uitleggen, wat is het verschil? Hoe zit dat? Nou, Windkoepel Groen is de organisatie die zeg maar de initiatiefnemer is voor het projectgebied Groen, wat in het regioplan de ruimte kreeg om een nieuw initiatief te ontwikkelen. Ja. En het initiatief wat ontwikkeld is in de loop van de tijd is uitgemond in Windplan Groen. Ja. Dus dat is eigenlijk het plan wat door de initiatiefnemer is ontwikkeld. En het is allemaal groen. En het is allemaal groen. En het is ook niet alleen maar het plan van alleen maar de initiatiefnemer. Ja. Daar horen ook de overheden bij die daar zeg maar, samen met ons heel veel werk aan hebben verzet om het mogelijk te maken. Ja. Windplan Groen, hoe is het dan ontstaan? Jullie hebben bedacht, er moeten nieuwe clusters van grote windturbines komen? Nou, het begint eigenlijk in groen. Er waren bestaande lijnen en nieuwe lijnen. Die moesten bij elkaar gebracht worden. Dat was een hele opgave. Want er zit lijnen grote, zijn? Lijnen zijn zeg maar lijnen van vijf precies, of tien. Die mooie lijnen waar je uit had. Ja, precies. De bestaande lijnen, die hadden een opgave. Die moesten, als ze mee wilden doen, saneren. En vervolgens daarna weer gaan opschalen. Ja. En de nieuwe lijnen, die hoefden alleen maar nieuwe molens te bouwen. Maar gezamenlijk moesten we wel een format vinden waarin er voor compensatie, voor sanering, voor participatie, onderling allemaal afspraken werden gemaakt. En die moesten we hebben gemaakt, in mijn ogen, voordat je echt kon beginnen met het ontwikkelen van een plan. Ja. Dat is gelukt in 2016. Daar hoort ook bij een overeenkomst met Windshare. Dat is voor ons een belangrijk gegeven. Dat was de partij die het mogelijk maakte voor alle omwonenden in het buitengebied die niet via een lijn betrokken waren, om toch mee te participeren in het nieuwe windplan Groen wat ontwikkeld werd. Precies, we willen dat geld binnen die grenzen. En op die manier hebben we ruim 400 buiten, zeg maar, omwonenden in het buitengebied betrokken bij het geheel. En dat is ruim 85% van het geheel. Ja, dit maakt ook dat mensen graag mee willen doen, lijkt me. Zoiets. Ja, dit is ook de spelregels die we aan de voorkant afgesproken hebben. We willen één initiatiefnemer hebben in het gebied. En willen dat die participatie hoog in het vaandel heeft staan. En dat maakt dat mensen het ook herkennen, dat ja. Klopt. Ja. Maar die ene initiatiefnemer, dat zijn we geworden als Windkoepel Groen, kent wel 9 leden plus Windshare, omdat we anders dan in andere initiatieven niet van de grond af konden beginnen, maar rekening mee moesten houden met de bestaande lijnen, die als we die erbij wilden houden, toch een stukje autonomie naar de toekomst moesten kunnen. Maar ik ben ervan overtuigd, Wim, als al die lijnen het zelf hadden moeten doen, dat je niet zo ver gekomen was. Nee, je bent zo ver gekomen omdat je het met elkaar doet. Dus dat is de kracht, dat samen nu doen. Ja.
één plan en werken aan die 90 turbines. En in die samenwerking hoort, denk ik, aan de andere kant ook thuis de overheden. Want we kwamen natuurlijk gaandeweg best een aantal grote problemen tegen. Die hadden te maken met omstandigheden in Flevoland, maar ook met datgene wat er in Den Haag landelijk gebeurde, in de luchtvaart of met de defensie, met de radar. En zonder de overheden en zonder de samenwerking met elkaar hadden we die problemen ook niet kunnen tackelen. Ja. Dat is ook toch met elkaar op willen trekken en besluiten durven te nemen die soms anders uitvielen dat wij hadden graag hadden gehad. En soms misschien een beetje ruimte creëren die in eerste instantie niet was bedacht. Ja. Maar zo maak je zo'n groot plan. Maar het klinkt heel erg ingewikkeld, hè? Want dan hebben we het nog niet over de voorbereiding, het ontwerp en het plan wat er allemaal moet komen. Ja, maar dit gaat er nou vooraf. Op het moment dat je dat klaar hebt, dan kun je zeggen als initiatiefnemer, oké, nu gaan we eraan werken. Nou moeten er onafhankelijke partijen van buiten een onderzoek doen. Wat zijn dan de reële mogelijkheden? Uit die reële mogelijkheden wordt er één voorkeur alternatief gekozen. Ja. En daar moet dan een meronderzoek op komen. Dat is nog een proces wat Ponderen voor ons voor het grootste gedeelte getrokken heeft. Maar waar heel veel tijd in gaat zitten, waarin gekeken wordt naar het milieu, naar de natuur, naar de mens, naar de gezondheid. Al die elementen moeten een plaatsje krijgen. En pas als de toetsingscommissie MER akkoord geeft, en dat hebben ze gedaan, positief, er waren geen opmerkingen meer, dan kun je verder. Dan kun je verder met het voorontwerp wat voorgelegd moet worden aan de overheden, want die moeten ook instemmen met de staten, met de gemeenteraden. Ja. Je eigen achterban moet nog steeds instemmen. En je moet al die voorwaarden voldoen voordat het definitieve inpassingsplan uiteindelijk door het ministerie wordt goedgekeurd. En je ermee verder kunt naar de SEE-aanvraag en naar de procedure van Raad van State die ook uiteraard wij door moesten. Ja, precies. Maar het klinkt best wel als een ingewikkeld gebeuren voordat je überhaupt de eerste kabel in die grond kan doen. Voordat je los kan. Weet je wat grappig is? Ik ben er elke dag een beetje mee bezig. Hè? Ja. Sommige dagen wat meer en sommige dagen wat minder. En je hebt zelf niet meer in de gaten hoe groot het project is. Maar het is een gigagroot project. Dat snap ik inmiddels ook wel. En dat maakt het best ingewikkeld en complex. Ja precies. Dat maakt, de inwoners, hebben die nog invloed gehad op het plan? Ja, in het proces van het ontwerpen hebben we het ook voorgelegd aan inwoners. We hebben informatiebijeenkomsten gehouden, georganiseerd door vanuit EZK of vanuit onszelf. Daar zijn gesprekken uitgevolgd met inwoners in Ketelhaven, in Biddinghuizen, in de Ronde. En daar zijn een aantal elementen uit voortgekomen die hebben gemaakt dat we toch de plannen op sommige punten wat hebben aangepast. We hebben één molen weggehaald, die stond te dichtbij, 400 meter. Daarmee kwamen alle molens op een dichtstbijzijnde afstand van ongeveer 800 meter. Yeah. We hebben sensorverlichting toegepast, sensortechniek bovenin de molen, waardoor geen slagschaduw op gevels hoeft te komen. En we hebben obstakelverlichting, en daar zijn we nog steeds mee bezig, maar in ieder geval al teruggebracht naar vastbrandende lampen die dimbaar zijn. Zodat de verlichtingsproblematiek tot een minimum wordt teruggebracht. Moeten daar die inwoners nog mee komen? Hadden jullie van tevoren dat bedacht? Jullie waren allemaal experts bij elkaar, toch? Jawel, maar kijk, inwoners zien op een gegeven moment, zien ze de plannen, realiseren ze zich dat dat een hele grote impact heeft. Ja. En gaan zich zorgen maken over wat voor dan ook, over de overlast. Dus geen knippen lichten, niet dichtbij zetten. Ja, en als die opmerkingen komen, dan kun je zeggen, we doen precies volgens de regeltjes wat er mag. Maar je kunt ook proberen rekening te houden met de opmerkingen die gemaakt worden. En dat hebben we geprobeerd. Dat wil niet zeggen dat we aan alles tegemoet kunnen komen. Nee. Maar we hebben wel, denk ik, onze verantwoordelijkheid genomen om een goed plan weg te zetten. Het is wel een belangenafweging wat je met elkaar moet doen. Hè? Je moet inderdaad proberen het midden te vinden, wat is nog realistisch, wat is reëel. En waarmee kunnen we echt een deel van de zorgen wegnemen die gaan over overlast. Want als je alleen maar probeert aan de regeltjes te houden, daar kom je er niet uit. Nee. En zo doen zij wat extra op een aantal punten waar het misschien niet hoeft, maar waar het wel helpt in de overlast. Precies. Dat het niet in beton gegoot is en dat ze meedenken, is natuurlijk al een pre. Ik zie dat er een vraag is binnengekomen. WKG is maar een klein gebied. Maar als alle windklussers samen zouden gaan, dan kan men misschien de overstroom die er is opslaan. Is dat nog een plan die meegenomen is? Nee, dat zijn wel ontwikkelingen die landelijk plaatsvinden, waar wij ook in geïnteresseerd zijn. Alleen we hebben binnen WKG gezegd, laten we nou eerst even de focus houden op datgene wat we nu moeten doen, dat is al groot genoeg. Ja. En laten we de ruimte wel open houden om, als die mogelijkheden er komen, om daar ook op in te spelen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Wat we natuurlijk in heel Nederland gaan krijgen, is dat die hele wereld aan het veranderen is. Precies. En we staan, als het gaat om opslag, nog in de kinderschoenen. En het zou me niks verbazen als tegen de tijd dat daar ook de techniek wat verder is, en hier de molens voor een belangrijk deel gerealiseerd zijn of worden, dan is het nog prima het goede moment om te kijken, kunnen we daar nu ook wat mee? Er worden al experimenten in Flevoland gedaan,
niet zozeer bij Windplan Groen, met opslag, met grote batterijen. Ja. Daar moeten we met elkaar nog wel veel voor leren, maar ook dat gaat er komen. Gaat er komen? Nou, ik kan me indenken dat een kijker nu denkt van, Ref, als je dan toch zoveel stroom opwekt, waarom niet opslaan? Heb je het meteen gebruiken wanneer je wil. Maar inderdaad, het komt eraan. Nog even heel kort, Job, er is ook wat commotie geweest over de luchtveiligheid, luchtvaartveiligheid, de radar, defensie, allemaal gedoe. Of valt dat eigenlijk wel mee? Nou ja, wat, de gedoefactor heb je altijd bij alles wat je organiseert. Die is te hoog en dat is link. Nou ja, die dingen die op een gegeven moment moeten vliegen, kleine vliegtuigjes moeten ook kunnen landen. Ja. Die moeten niet verdwaald raken tussen windmolens die daar staan, zal ik maar zeggen. Dat heeft te maken met routes en afspraken. Maar dat is vooral heel veel techniek, zal ik maar zeggen. Want je moet afspraken maken over welke routes mogen wel en routes maken niet. En wat we gedaan hebben samen met het Rijk, is gezocht naar de manier waarop kan het veilig, want de luchtvaartveiligheid mag niet in het geding zijn. Maar hoe kan het ook wel op een goede manier, zodat het Windplan Groen kan draaien. Defensie hetzelfde. Er zijn nou eenmaal bepaalde plekken, daar wil Defensie geen windmolens hebben staan. Want dan staan ze in een bepaald radarbeeld. Die radar die moet toch verplaatst worden. Wat kunnen we daarvoor afspraken over maken? Het is vooral heel veel praten, nadenken en de bereidheid ook bij het Rijk zoeken. Kunnen we dan op deze manier het veilig doen? En aan Windplan Groen vragen, maar dan moeten jullie het plan wel een beetje op die manier aanpassen. Ja. Nou, zo vind je elkaar. Zo vind je elkaar. Dat is dus de kracht inderdaad. Wat staat er op een korte termijn nu nog te gebeuren? Nou, het eerste is een beetje aansluiten bij die opslag. Je moet eerst datgene wat je aan energie produceert kwijt. Ja. Daar heb je netaansluitingen voor nodig op het landelijke netwerk. Daarvoor hebben we gezegd van dat kunnen we voor een deel regelen misschien met de Liander en bestaande travelstations, onderstations. Maar als we de zekerheid willen hebben, en die moeten we hebben, anders kunnen we de financiering niet rondkrijgen, dan moeten we zelf een onderstation gaan bouwen, een travelstation. Ja. Daar zijn we mee begonnen en dat gaat de komende tijd komen, maar daar gaat Wilfried direct veel meer over. Daar gaan wij zo meteen nog even over doorpraten. Even heel kort nog het tijdspad. Wat gaat er nu... 2021 is de aanbesteding van alle civiele werken en de turbines. 2022 dan is het de infrastructuur aanleggen, wegen, kabels en dat soort zaken. Ja. 2023 is het de molens bouwen en in 2024 is het draaien. En weersomstandigheden, onder andere, zullen op verschillende onderdelen een versnellend of vertragend effect hebben. Ja, ook wel eens versnellend, ja. Dat komen we niet vaak tegen. Maar misschien tactisch. Ja. En de overheid houdt de vinger aan de pols, neem ik aan. Nee, dat is natuurlijk precies wat we doen. Er zijn afspraken gemaakt. En wat we op andere plekken doen, doen we hier ook. Toezicht houden dat we mensen gaan afspraken houden. Succes en dank. Dank u wel. Dank. Ja, we zagen net beelden van de bouwplaats van het onderstation. Frans de Rijken en Wilfried Groot-Koekamp, die weten daar eigenlijk alles van. Frans, jij bent beleidsmedewerker netstrategie. En Wilfried, jij bent boer of moet ik zeggen windboer? Beide. Beide, hè? Ja, beide. Vind ik wel een leuke vraag. Nou, dan komen we daar straks met jou op terug. Frans, Liander, Tennet, elektriciteit, weten we misschien wel, maar even kort. Hoe zit het met Tennet en Liander? Nou, Tennet en Liander zijn netwerkbedrijven. Wij verbinden de energieopwekkers aan de energiegebruikers van het netwerk. Ja, hier die windmolen en hier die gebruiker. Precies. En de taak van Tennet is vooral via het hoogspanningsnet verzorgen van het transport interregionale naar het buitenland en op zee. En Liander doet vooral de lokale netwerken naar de eindgebruikers.
Precies, dus snelweg, autoweg, dat precies, je zou Tennet kunnen vergelijken met de beheerders van de snelweg en in wij de provinciale en lokale wegen. Ja, heel goed. Wilfred, jouw rol dan even, want jij was dus inderdaad, of jij bent melkveehouder, klopt. Maar hier dus ook heel erg nauw bij betrokken. Ja. Hoe zit dat? In 1999 al begonnen in de wind, een beetje besmet geraakt. Het windpark Oosttocht PV gerealiseerd samen met Joselien Smit. Een windpark van 10 boeren, wat recent is gesaneerd. Vanuit die rol en hoedanigheid inderdaad betrokken geraakt bij de opschaling van Windplan Groen. Ja. Toen kwam de uitdaging van het onderstation op mijn pad en die heb ik ook met twee handen aangepakt. Ja, de onderstation leg even uit. Kennen we niet allemaal, denk ik. Nee, nou Wim die zei het net ook al in andere woorden, maar het komt er eigenlijk op neer. Zonder netaansluiting kun je geen windpark realiseren. Dus je hebt aan de voorkant de zekerheid nodig dat je je windturbines kunt aansluiten op een netwerk. Op een elektriciteitsnetwerk. Ja, maar dan denk ik heel simpel. Je hebt die windmolen, er komt stroom uit en dat moet dan de stopcontact ja. bij ons. En Liander die heeft in Flevoland wel een netwerk liggen, maar dat is van onvoldoende capaciteit. Kwaliteit wou je zeggen? Nee, capaciteit. Ja. Echt capaciteit om al die windparken op aan te sluiten. Dus nou, dan kun je twee dingen doen. Wachten totdat Liander zover is of zelf het initiatief nemen en een gesloten distributiesysteem, zoals dit dan heet, dus eigenlijk gewoon een particulier netwerk, ja. realiseren op een centrale locatie. Nou, dan is dat onderstation en dat gesloten distributiestation. Dat is... Dat maakt ook weer verschil. Ja, absoluut. Absoluut. Dat is absoluut. Gaan we dit nog even snappen in korte tijd? Nou ja... Begin even met de elektriciteit, die komt uit die windmolen. Ja, nou, en dan? Die windmolen die produceert uiteraard energie. Dat is 33.000 volt. Die wordt via de kabels van Gelder, die straks ook aan bod komt, naar het GDG, het gesloten distributiesysteem Groen, ja. getransporteerd. Daar komt die bak aan energie in? Ja, daar gaan 10 bundels kabels aan stroom komen daar binnen. Okay. Die worden getransformeerd naar 150.000 volt. Ja. En dan dragen wij het over met 2 kabels, strengen. Naar het onderstation van Liander. Van Liander. En ja. dat is nodig omdat er anders kortsluiting ontstaat of zo. Of het past niet. Nou, het is vooral nodig omdat het heel veel energie is. En door dat onderstation te bouwen kunnen we die energie in één klap op het hoogspanningsnet zetten. Ja, precies. Het is een beetje zorg voor een zachte landing. Daar moeten wat dingetjes tussen zitten. Oké. Laten we het niet te technisch maken. Die 11 windparken die kunnen allemaal aangesloten worden op dat... Nou, dat was wel de originele plan. Dat we met 11 windparken daar ook daadwerkelijk zouden aansluiten op het GDG. Ja. In die aanbestedingsfase, in die optimalisatiefase, hebben we enerzijds Liander bereid gekregen om op de locatie waar wij het GDG hadden gepland ook een onderstation te realiseren. Want het was toen ook nog discutabel of dat daadwerkelijk daar wel mogelijk was en of ze dat wilden. Nou, dat hebben we in een win-win situatie met Liander weten te bereiken. Ja. Daarnaast hebben we met onder andere Windnet Oost-Flevoland, waar het windpark Kubbe op aangesloten is. Dat is eigenlijk een van de pioniers in de GDS-wereld van Nederland. Want daar staat aan de Rietweg, ter hoogte van bijna bij het Lassenbos, staat een klein onderstation. En daar is windpark Kubbe onder andere op aangesloten. Nou, windpark Kubbe en het windpark Virus Venti, wat aan de Harderingweg is gepositioneerd. Die beide parken gaan naar het onderstation van Windnet Oost-Flevoland. Dat zijn de twee meest zuidelijke parken van Windkoepel Groen. Okay. En daarmee besparen we behoorlijk op onze netwerkkosten. Want die twee verste parken, als je die kabels niet hoeft aan te leggen, dan heb je er gewoon een groot voordeel van. En in dit technische verhaal ben jij ingedoken omdat je er besmet mee raakte, omdat je het zo leuk vond? Ja. Of dat nog. Of omdat het financieel interessant was? Nee, ja, beide. Maar goed, kijk, laten we heel eerlijk wezen. Het is een spel van mensen. En spel is dan niet helemaal het goede woord misschien, maar het is wel echt een samenspel van mensen verbinden, van zorgen dat de dingen gedaan worden. We hebben een hele goed team van adviseurs rondom ons heen gebouwd. Een grote groep komt uit de verkoper van Ventolines, maar ook externe. En ja, samen met die adviseurs, een stukje ondernemerskwaliteiten van de bestuurders die het GDG vormen, hebben we dit inderdaad wel weten te realiseren. En daar ben ik best wel trots op. Ja. Zijn er ook meerdere boeren die daar... Ja. Nee, Windplan Groen is natuurlijk per definitie een windpark, wat grotendeels door boereninitiatieven wordt
gerealiseerd. Ja. Dus het is ook wel serieus een interessant verdienmodel. Ja, absoluut. Ja, daar loop ik ook niet mee. Het is ook gewoon economie, jongens. Ja, nou ja, op een groene manier geld verdienen lijkt me interessant. Ja. En jij zegt niet wacht op Liander, want ik zou eigenlijk zeggen, dat is toch Liander's pakje aan om dit hele technische verhaal een beetje aan die boeren over te laten. Nou ja, eigenlijk wel. In die zin dat het is natuurlijk onze kerntaak om dit soort dingen te doen. Het verschil ontstaat is dat het windpark een zodanig grote omvang heeft dat het eigenlijk veel efficiënter is om daar zo'n GDG voor te bouwen. Wat heel specifiek is afgestemd op de spanning en de capaciteit van zo'n windpark. Ja. De openbare netten die wij aanleggen, die zijn toch meer gericht op de grootste gemene deler van klanten die we in ons voorzieningsgebied hebben. Specifieke... En zijn gebonden aan specifieke... Maar goed, dan zeg je dat is handiger voor hun dan dat wij dat ook nog eens een keer gaan doen. Dat je er weer andere mensen voor moet opleiden. Zij kunnen dat door zelf een netwerk te bouwen, kunnen ze echt maatwerk leveren op hun behoeften. En dat is wat bij ons op dit moment niet mogelijk is. Ja. Ik hoorde Flevo on Ice, die kan hier dan dus ook straks op aanhaken. GDG is natuurlijk primair opgericht voor de parken van Windplan Groen. En daar is ruimte naast de windturbines aansluiten ook ruimte voor externe om aan te sluiten. Dus Flevo on Ice. Dus als de partijen nu kijken en die denken... Ja, wees schroom niet, weet ons te benaderen. Maar ik zeg wel heel eerlijk, een zonnendak op een landbouwschuur, die gaan wij niet aansluiten, want dat is niet onze business. Nee. Onze business is echt grote windparken, zonneparken, dat werk, dat is onze business. Dat is jullie business. Ja. Frans, ik hoor zo graag van jou meer. We gaan even kijken naar een video over het elektriciteitsnet in Nederland en vooral de uitdagingen. Ja. De energietransitie in Nederland is in volle gang. We wekken steeds vaker duurzame energie op om de CO2-uitstoot tegen te gaan. Ons elektriciteitsnet speelt daarbij een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst weten hoe het Nederlandse elektriciteitsnet eruit ziet. Laten we beginnen op de plek waar energie traditioneel gezien wordt opgewekt, bij een elektriciteitscentrale. Van hieruit wordt de elektriciteit getransporteerd naar huizen en bedrijven. Maar dit gaat niet in één keer. Het transport van elektriciteit begint via het hoogspanningsnet. Via deze lijnen wordt de stroom onder hoge spanning, namelijk zo'n 150.000 volt, naar een verdeelstation getransporteerd. Dit station is nodig omdat de elektriciteit van het hoogspanningsnet niet geschikt is voor gebruik van energie bij je thuis. Het verdeelstation zet de stroom om naar 20.000 volt. We hebben het dan over middenspanning. Van daaruit wordt de stroom verdeeld over meerdere kabels die onder de grond verder gaan. En uiteindelijk gaat de elektriciteit via transformatorhuisjes over op het laagspanningsnet. 230 volt, net zoals de stroom bij huizen en bedrijven via het stopcontact binnenkomt. Het gebruik van ons elektriciteitsnet verandert. En dat heeft twee belangrijke oorzaken. De eerste is de stijgende vraag naar elektriciteit. Het aantal bedrijven en woningen neemt toe en we gaan steeds meer elektrisch rijden. De tweede oorzaak is het opwekken van duurzame energie. In rap tempo komen er steeds meer zonneweides en windmolenparken bij. Alle duurzame stroom die zij opwekken moet via het elektriciteitsnetwerk en soms via een verdeelstation naar woningen en bedrijven toe. Daarnaast hebben bewoners steeds vaker zonnepanelen en leveren daarmee ook energie terug. Daardoor komt er nog meer elektriciteit op het netwerk. En daar zijn de kabels en verdeelstations nog niet overal op ingericht. Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de meest betrouwbare netten van de wereld. Om dit zo te houden, werken we hard aan ons netwerk. Bijvoorbeeld door de aanleg van dikkere kabels. We werken aan nieuwe verdeelstations en breiden bestaande stations uit. Soms kan dat enkele jaren duren vanwege lange vergunningstrajecten en een tekort aan technici. Nieuwe bedrijven en bedrijven die willen uitbreiden, kunnen de gewenste hoeveelheid stroom niet altijd afnemen. Daarom werken we niet alleen aan uitbreiding, maar ook aan innovaties waarmee we ons net slimmer en efficiënter kunnen gebruiken. Zo werken we samen aan een passend energienet voor iedereen, nu en in de duurzame toekomst.
Ja, vat jij dit even samen? Wat zegt dus eigenlijk dit filmpje? Dat er een heleboel te doen is op het gebied van elektriciteit. Dat we heel veel nieuwe ontwikkelingen hebben te faciliteren, heel veel nieuw hebben te bouwen. Ja, dus vandaar dat we blij zijn dat het windnet groen gewoon rechtstreeks op het hoogspanningsnet gaat. Ja. Maar rondom het windplan groen gebeurt nog veel meer. Ja, en het zegt dus, zoals zo'n onderstation, of ik hoor ook de term verdeelstation, die is dus gewoon nodig om elektriciteit groen op het net te zetten. Precies. Dat is dan de kern. Maar dan vraag ik me af, er stonden toch al windmolens en de elektriciteit ging al naar het net. Kon je die gewoon inpluggen of de kabel langer maken? Maar die windmolens zijn in de loop der jaren gegroeid, zowel in omvang als in aantal. Ik had dus al vermoeden dat het iets te simplistisch gezegd was. Precies. Dus er moet zoveel energie het net op, dat gaat niet meer via de bestaande netwerken. Dus. Nee, het moest gebeuren. Hey, kun je even schetsen wat er allemaal gebeurt op het gebied van windenergie en zonneparken? Nou, afgezien van windplan Groen hebben we ook nog te maken met windplan Zeewolde. Ja, we zien die kaart. Ja. Nou, dat is bij elkaar meer dan 1 gigawatt aan wind wat erbij komt. Ja. Als je kijkt wat een gigawatt is, Wim had het net over dat windplan Groen alleen al 500.000 woningen was. Nou, een gigawatt is ongeveer het vermogen van de hele stad Amsterdam. En dan zijn we er nog niet, want dan komt er nog, we hebben pratend met de provincie begrepen dat er ook nog ongeveer 1 gigawatt aan zonne-energie in het gebied te verwachten is. Ja. Dus dat is flink. Dus het is echt fors wat er op ons afkomt. Ja, er wordt dus steeds meer elektriciteit gemaakt. Is dat nodig dus? Zoals in het filmpje al was. We hebben nog steeds te maken met gewoon uitbreidingen, woningbouw, nieuwe bedrijven die ontwikkeld worden. Maar we hebben ook te maken met het feit dat we straks niet meer tanken bij het tankstation, maar aan het stopcontact. En dat huizen van het aardgas af moeten. Ja. En steeds meer huizen die gaan dan op elektrisch aangedreven warmtepompen. Ja, dus het groeit, die behoefte en anders gebruiken, omdat er gewoon steeds meer nieuwe duurzame apparaten komen met elektriciteit. Ja, maar de opwek verandert. Hè. In plaats van dat we het ophalen bij de conventionele centrales, moeten we het nu op andere plekken in de provincies op gaan halen. Ja. Tennet en Leander die hebben samen een netvisie ontwikkeld, heb ik begrepen, voor de Flevopolder. Ja, wat zegt dat? Wat betekent dat? Die netvisie houdt in dat we ontzettend gaan uitbreiden in die provincie. Als je naar het kaartje kijkt, dan zie je dat Leander in het hele gebied bezig is met het uitbreiden van zijn midden- en laagspanningsnetten. Om die midden- en laagspanningsnetten weer te kunnen voeden, zijn we op de bestaande onderstations in Almere, Zeewolde, Dronten en Lelystad zijn we de onderstations aan het uitbreiden. Mm. Bij het onderstation, bij Windplan Groen zijn we bezig met de bouw van een nieuw onderstation. Dat is de blauwe stip rechts op de kaart. Oosterpad. Het Oosterpad. Het Oosterpad, ja. Verder hebben we nog behoefte aan een nieuwe locatie in het midden van de polder. Dat is ongeveer het stipje in het midden. Dat plan zijn we nog aan het ontwikkelen. En de rode en blauwe lijnen, dat zijn zeg maar de snelwegen van Tennet, die beginnen daarmee ook vol te lopen. En daarom moeten we in de buurt van Almere bij de rode punt een nieuw koppelpunt maken tussen het 380 kV-net en het 150 kV-net. Dus er staat nogal wat te gebeuren. Dat zijn bij elkaar plannen die een looptijd hebben in zijn totaliteit tot het jaar 2030. En waar we meer dan 150 miljoen in moeten gaan investeren. Jeetje, wat zijn die uitdagingen? Wat de grootste uitdaging hierin? Ja, op tijd klaar krijgen. Ja, die energietransitie die dendert maar door. Dus houd maar bij. Het is natuurlijk heel veel werk. Hè? We hebben als Leander op een rijtje gezet wat ons allemaal te doen staat. En dat is in de komende 10 jaar moeten we net zoveel werk verrichten als in de afgelopen 40 jaar. Met iets meer kennis nu, dat scheelt. Iets meer kennis, iets meer techniek. Maar we hebben nog veel meer vakmensen nodig. En geld uiteraard. Ja. Dat moet ook geregeld worden. Is het een beetje paniek? Is het niet bij te houden? Paniek. Angst is een slechte raadgever. We zijn hard mee bezig om op allerlei manieren op te schalen. Ja. Dus we zijn bezig met nieuwe technieken te ontwikkelen, mensen aan te nemen. Maar wat ook het punt is van we moeten ontzettend veel versnellen in die projecten. We moeten kortere doorlooptijden gaan creëren. En alles in 1 keer goed proberen te doen. Ja. Je krijgt geen kans om nog eens een keer bij te werken. En dat in een krachtenveld
Dat kun je niet in je eentje doen. Dan moet je voor samenwerken met een hele hoop partijen. Met overheden, projectontwikkelaars, klanten, burgers, centrale overheden. Om die plannen goed op elkaar af te stemmen en om een soort flow te krijgen in die plannen. Ja, precies. Ik krijg een beetje het gevoel dat jullie zo bezig zijn. En dat de vraag steeds harder gaat dan dat jullie bezig zijn. Dus dan komt ergens een keer error. Ja, nou ja, op dit moment hebben we natuurlijk... Is dat een doemscenario die niet kan gebeuren? Of nou wat? Nee, hoor, we hebben op dit moment al te maken met een wachtrij, laten we het zo zeggen. Vandaar dat we dit soort plannen nu met grote snelheid proberen te ontwikkelen. Moet aan de bak. Ja. Ja, ik kijk even of er wat vragen binnen zijn gekomen. Ik hoorde dat de afgelopen week waaiden de 4 hoogspanningsmasten om. Heeft dat nog gevolgen voor Flevoland? tot op heden gelukkig nog niet. Het is wel een onaangename verrassing geweest. Dat een hoogspanningslijn omvalt is niet iets... Om trots op te zijn? Om trots op te zijn, maar ook niet iets wat we vaak meemaken. Nee. Alleen ja, je kan natuurlijk de natuurkrachten die we afgelopen weekend hebben gehad, kun je ook niet altijd voorzien. Wat goed gewerkt heeft, is dat het net niet is uitgevallen. Dus in die zin is het Nederlandse net robuust en heeft voldoende reservecapaciteit. Ja, een van de beste zag ik ook sowieso in het filmpje terugkomen. Ja, ja. En we hebben ook de mensen en de middelen om er adequaat op te reageren. Nou, de bouw van het station bij Olsterpad voor Windplan Groen, die is nu aan de gang en die wordt pas volgend jaar op het net gezet. En tegen die tijd hopen we wel dat de lijnen weer volledig beschikbaar zijn. Dus de gevolgen zijn beperkt of niet? Ja. Wilfried, ja. Dan nog even een vraag voor jou. Ben je klaar voor? Ja. Ja, wat gebeurt er met die oude turbines? Want die gingen dus weg. Ja, bij ons zijn inderdaad de oude turbines al gesaneerd, zoals dat heet. Ja. Die zijn verkocht aan een... eigenlijk aan een partij die ze in Litouwen. Dus echt een land waar, ik wil niet denigrerend doen, maar de lonen lager zijn. En je ze dus voor minder geld kunt exploiteren. En je begint met een veel lager startbedrag. Ja, gewoon prima exploitabel kunt maken. Dus die gaan gewoon een tweede leven krijgen. En ik denk dat die in 2040 pas echt eindig zijn. Ja, precies. Want het is niet zo dat we de troep die kant op sturen. Nee. Dus in ons geval absoluut niet. Het zijn gewoon hartstikke goede turbines. Maar goed, dat is het, André. In ons gebied daar, ik zeg niet dat ze geaccepteerd zijn, maar is er toch een soort van gewenning opgetreden dat die turbines er staan. Op het huidige tracé waar die 10 turbines stonden, daar worden straks 8 nieuwe turbines gebouwd. Bigger, better, faster? Nou, niet sneller, maar wel langzamer draaien. Maar meer vermogen. Ja. Veel meer vermogen en veel meer stroomproductie. Want de stroomproductie van dat lijnstuk, dus alleen dat lijnstuk van die huidige 10 turbines, en dat zijn er dus straks 8, dat neemt toe met een factor van 4,5. En ja, ik ga niet zeggen dat er visueel niks verandert, maar het menselijk oog kan hoogte niet zien. Dus we hebben het grote voordeel dat als straks heel Windplan Groen is gerealiseerd en er echt alleen nog maar grote turbines staan, dan ben ik ervan overtuigd dat het landschappelijk ook perfect aansluit. Dat is wel mooi. Het menselijk oog ziet hoogte niet. Dus die paar met meer kracht lijkt eigenlijk minder. Ja, gaat zo door wat de gedeputeerde ook al zei. Over dat heerlijke lijnenspel. Ik heb heel veel mensen bij ons boven in de molen gehad. En dan kijk je boven in de molen de Fleuvepolder rond. En dan zie je het Hoge IJsselgebouw van Zwolle zie je staan. En dan vraag ik altijd mensen van, waarom zie je die? Ja, die steekt er bovenuit. Ik zeg, ja precies. Ik zeg, maar als je dat kiphok in Amsterdam zet, dan zie je hem niet. Nee. Ik zeg, en dat is het verschil. Je hoogte zie je omdat het er bovenuit steekt. Maar een turbine met een hoogte van 110 meter of van 240 meter, zoals de nieuwe zullen zijn, dat gaan wij met het menselijk oog niet zien. Daar ben ik van overtuigd. Als laatste ook nog even een vraag van de kijker. Hoe richt Liander zich in op de niet-constante profiel van wind en zon? Zo. Ja, dat is best een uitdaging. Ja. We zijn altijd gewend dat men vraagt en wij draaien. Hè? Dus een beetje toelichten de vraag? Wat... Ja. Het niet-constante profiel. Nou ja, goed, dat betekent uiteraard dat de zon schijnt niet altijd en de wind waait ook niet altijd. Ja. En wat we als maatschappij zullen moeten doen is om de pieken van die zon en wind te bewaren en om te zetten in andere vormen van energie die we later kunnen gebruiken.
Anderzijds zijn we ook heel erg bezig om te kijken of we middelen kunnen verzinnen die klanten helpen bij het op het juiste moment gebruiken van hun energie. Ja, het slim gebruiken van de wasmachine, het laden van de auto. Ja. Dat we dat niet allemaal op datzelfde moment doen, maar dat we dat even een beetje slim... Ja. Daar zijn jullie dus ook heel hard mee bezig om aan de voorkant dat te doen. Precies, en we hadden het net in het gesprek, ging het over opslag. Nou, opslag is iets, daar mag Liander zichzelf niet mee bezighouden als netwerkbedrijf. Maar we zijn wel druk bezig om na te denken over hoe opslag van anderen zou kunnen aansluiten bij de mogelijkheden en de behoeftes die vanuit ons net bestaan. Ja, dit is eigenlijk onderdeel in die race om onderdeel te zijn of die energietransitie aan te kunnen. Precies, we moeten het met z'n allen doen. En, elke partij in Nederland heeft een puzzelstukje in zijn hand die we in 2030 in elkaar moeten zien te plakken. Jullie hebben elkaar daarin perfect gevonden hier. Nou, ik moet zeggen, de samenwerking met Winplan Groen tot dusver is heel productief geweest. In de zin van, we hebben goed met elkaar kunnen overleggen hoe we onze sterke punten zo goed mogelijk op elkaar aan kunnen sluiten. En we hebben gebruik kunnen maken van het lokale netwerk wat al aanwezig was voor Windkoepel Groen. En de bouw van het onderstation bij Oosterpad hebben we daarmee kunnen halveren van 5 naar 2,5 jaar. Unicum, hè? Daar ben je trots op, hè? Ja, daar ben ik echt trots op. We gaan het hierbij laten. Dank jullie wel. Graag gedaan. Nou ja, het is duidelijk. Hè? We hebben elektriciteit nodig. Die maken we, die transporteren we. We hebben het over één ding natuurlijk nog niet gehad. Dat zijn de kabels. Die moeten ook gelegd worden. Ja, ligt die er al of komen de nieuwe? Hoe zit dat? Marloes Mes en Peter van der Veer bij mij hier aan tafel van aannemersbedrijf Van Gelder. Ja, jullie weten daar eigenlijk alles van. Dus jullie gaan ons dat vertellen. Eerst even Marloes en Peter van Gelder. Ja, Van Gelder is een aannemermaatschappij en die is actief in zowel de bovengrondse infrastructuur als de ondergrondse infrastructuur. Ja. Dus daar moet je bij denken aan gebiedsontwikkeling, wegenbouw. Op het spoor zijn we actief, maar ook kabels- en leidingmontage zoals we hier doen. Ja, dit is niet een hele nieuwe technologie die totaal anders is omdat het windenergie te maken heeft. Nee, en we zijn ook al actief geweest met meerdere windparken. Ja, dus al een duurzaam bedrijf of in ieder geval bekend met de nieuwe technieken. Ja, correct. Zeker. Heel belangrijk. Jullie zijn omgevingsmanagers, zie ik op LinkedIn en zo. Dus dat betekent veel contact met de omwonenden. Ja, en dat betekent nog meer. Eigenlijk betekent dat we de werkzaamheden, we kijken hoe een project kan worden uitgevoerd en voorbereid met oog voor de omgeving. Dus dat is wat jij benoemt, die contacten met de omgeving, maar ook dat de juiste vergunningen worden aangevraagd. Dat de werkzaamheden voor oog voor ecologie worden uitgevoerd. En in dit geval ook wat er in de grond zit. Dus de archeologische waarde. Mooi, dus het is niet puur de kabels aanleggen en vraag maar aan die en die. Die zijn onderdeel van het proces om het in goede banen te leiden met de omgeving. En zelfs een meerwaarde zijn dan alleen maar de kabels aanleggen. Ja, en bij dit project hebben we eigenlijk een omgevingsteam waar ik in zit, maar ook Peter. Ja. Hey, jullie hebben een aantal beelden aangeleverd. Neem even mee wat we zien. Ik zie een bult kabels. Ja, dit zijn een paar haspels. Daarop zitten de kabels. En wij zullen wel andere haspels natuurlijk gaan gebruiken voor dit project. Maar zo gaat het, zo wordt het land ingereden en afgerold, zeg maar. Ja, zo kan het gaan, ja. Hoeveel kilometer aan kabel heb je nodig? Ja, orde grootte 45. 45? Ja. Voor dit plan, puur voor dit plan, 45 kilometer aan kabels door het gebied. Er zijn drie manieren om het te leggen. Ploegen, boren of ontgraven, heb ik begrepen. Waarom? Welke methode? En dat ging waarschijnlijk heel snel. Ploegen, boren of ontgraven? Ja, je kan voor kiezen. We hebben drie methodes. Het ploegen, dat gaan we vooral gebruiken in het open gebied.
We zitten hier natuurlijk in de Flevopolder. We gaan met de kabels door eigenlijk het akkerlandschap heen. En dat biedt mooie gelegenheid om gebruik te maken van ploegen, bij ploegen. Dan wordt er echt gewoon omgeklapt? Of, Ja, dan gaat eigenlijk de kabel gaat in één keer door middel van een ploeg. En we gaan er straks nog een mooi filmpje voorzien, zodat het voor iedereen duidelijk wordt op 1,80 meter diep. En het voordeel van die methode is dat er niet ontgraven moet worden. Dus we hebben minder hinder in de omgeving. Ja. En je kan snel kiezen. Maar waarom dan soms boren of ontgraven? Nou, bijvoorbeeld boren kies je weer op locaties waar we onder wegen door moeten. Of op andere obstakels. Ja, daar boor je eromheen. Ja, en je kan niet door een weg heen. Je moet er vaak onderdoor. Nee, dat zou het zijn dat je daar even doorheen precies. Worstelt. Sorry. Ja. En een ontgraven? Ja, ontgraven, open ontgraving. Dus dan ga je toch echt de grond weghalen en tot het punt en daar de kabel in leggen. Ah, en dat is echt op locaties, bijvoorbeeld als we de kabels aan elkaar moeten maken. Dus lastpunten, maar ook als je bijvoorbeeld in een berm van een weg moet liggen en er kan, de boring kan daar niet, dan doen we een open ontgraving. Dus ploegen is de minst belastende variant. Ja, maar ploegen kan niet altijd. Nee, precies. Soms moet je dan, heb je toegelegd, soms moet je boren of ontgraven. Maar laten we even gaan kijken naar het ploegen. Dat doen we dan, het grote gros is ploegen dan schijnbaar. Ja. Neem jullie ons eens even mee, begeleid het eens even. Ja. Wat zien we? Dit is een van de lieren die erbij komt te staan. De ploeg. Zelf die staat op vier wielen, die is niet aangedreven. Ja. Deze lieren zijn echt een ploeg voor de grond. Wat je hier ziet is dat je een stuk wordt de grond indrukken. Om te voorkomen, gewoon als verankering, dat de machine niet vooruit getrokken wordt. Wat een apparaat, joh. Ja. En hoe snel gaat dit? Ja, de verwachting is dat we ongeveer 1 kilometer per dag op deze wijze kunnen ploegen. Vergis je niet, dit is wel 1,80 meter diep. Dus dat vraagt best wel wat vermogen. Dat zie je ook wel terug aan de kabels, hoe dik die zijn. Niet die zwarte, maar die kabels die eronder zitten. Ja, want je gaat dus 1,80 meter, bijna 2 meter diep door die grond heen. Dat moet toch allemachtig werk zijn? Ja, veel kracht nodig hebben. Ja, daarom de lieren met de schutborden, de verankering om die ploeg vooruit te trekken. Ja, maar je denkt 1 kilometer per dag, nou, dat is niet al te rap. En dat komt dus daardoor. Ja. Ja, even kijken, en dit gaat eigenlijk gewoon een vrolijke tijdje door. Ja, ja. Want hoeveel tijd hebben jullie nodig om die kabels te trekken voor dit project? Ik zei het, het is orde grootte 40 kilometer. Ja, ongeveer 1 kilometer per dag, dus ongeveer 45 werkdagen. Dat had ik ook zelf kunnen uitrekenen inderdaad, ja. Ja, een van de heren zei het net al, weersafhankelijk, als het pijpenstelen regent, dan zal waarschijnlijk de productie wel wat omlaag gaan. Maar als we het net zo weer hebben als vandaag, dan gaat het wel weer wat meer. Maakt dit allemaal veel geluid of is dit ook de meest rustige manier? Nou, de werkzaamheden maken altijd geluid, hè, waar werk in maakt hinder. Maar op zich is dit wel een wat rustige werkmethode en het is ook vaak, dit gebruiken we in het open veld. Ja, dus hier heeft niemand eigenlijk last van. Hier kan je gewoon lekker. Nou, uiteindelijk de perceeleigenaar die kan op dat moment dat wij daar werkzaamheden uitvoeren, niet op zijn perceel. Nee. Op die locatie. Nee, als we het dan hebben over dat boren en dat ontgraven, dat gaat er wat heftiger aan toe? Nou, boren, dat kan ook op afstand. Want een boor, je doet een kabel boren voor een x-aantal meters. Dus dan heb je een intrainingspunt en een uittrainingspunt. Daartussen zit je gewoon onder de grond. Ja. Heb je ook geen last van. Maar bij open ontgraving, als we dit allemaal met open ontgraving zouden moeten doen, dan ligt voor veel langere tijd het perceel helemaal open. Ja. En wat we zien nog steeds die ploegen lekker doorgaan. Maar beschadigt het de grond eigenlijk niet? Die boer die zakt er doorheen, joh, straks als hij met het trekker eroverheen. Het grote voordeel van de ploegen, elke akkerbouwer is heel zuinig op de structuur van zijn grond. Ja. De lagen in de grond die zijn allemaal verschillend van opbouw. Hier in de ondergrond zit wat zand en de bovenste lagen, waar die echt zijn productie vandaan moet halen, zijn gewas op moet kweken. Daar is die heel zuinig op. En het voordeel van de ploeg is, dan worden die lagen worden niet vermengd. Dus het blijft gewoon op dezelfde plek, dezelfde hoogte in de grond. Ja. Krijg je ook wel mensen die daar angst voor hebben? Want dat, ik kan me indenken dat dat nou de dingen zijn waar zo'n boer wel aan denkt. Van, oh, allemachtig, je knalt even door mijn land heen en ik zak er straks met trekker en al doorheen. Nou, dus is natuurlijk door Wilfried in het voortraject al heel veel informatie verstrekt. En wij zullen Peter zo ook, als we op de locaties gaan beginnen vooraf,
ook de perceeleigenaren informeren daarover. Ja. Maar mochten mensen nu, naar aanleiding van deze uitzending, daar vragen of wat dan ook van hebben, kunnen die gewoon gesteld worden en dan kunnen we ze meenemen. Ja, want wat zien we hier? Ja, het is een beetje een schematische weergave over hoe de ploeg werkt. Dan zie je aan de machine zelf dat die een beetje knikt, net voor het huisje waar de chauffeur in zit. Ja, dat de ploeg overal net zo diep blijft, ongeacht of de grond nu een beetje omhoog en omlaag loopt. Nou is dat hier niet zo heel bergachtig. Nee. Maar dit zie je bijvoorbeeld wel terug als er een Haagse sloot overgestoken wordt. Daar gaat hij dus gewoon doorheen. Daar rijdt hij gewoon overheen. Het ziet er vernuftig uit. En deze? Dit is wat meer een detail hoe het eruit ziet. Aan de bovenkant komt de kabel erin. En die wordt dan in dat rode stuk erachter. Hoe meer ik er naar kijk, hoe sneller ik die 1 kilometer per dag vind eigenlijk. Want dit is heftig om er een te kieven. Ja. Als het ware. Hey, en dit is nog weer? Ja, dit is even een plaatje. Het linker plaatje is als we net klaar zijn met ploegen. En het rechter plaatje. Een week of 2-3 later, daar zijn we er al een paar keer overheen gereden om dat sleuf weer dicht te rijden. En dat is ook om te laten zien dat je dus niet bang hoeft te zijn dat het beschadigd is of dat je er doorheen... even kijken, ik zie een vraag binnenkomen. Moeten er nog wegen worden afgesloten? Nee. Nee? Nee, we hebben wel om bepaalde werkzaamheden uit te voeren verkeersmaatregelen op de weg nodig. Dus dat zal de omgeving wel zien. Maar echte afsluitingen staan er voor nu niet gepland. Oké. En vervuiling, wegen die vervuild worden of loeiende, weet ik veel wat voor machine is, omdat het nogal wat kracht vergt. Ja, we zijn natuurlijk in de omgeving bezig. Het is wel zo dat we met die ploegen ook van perceel naar perceel gaan. Dus we zullen daar doortrekken, dus niet veel op de weg komen. Maar je moet rekenen, wij zijn net als veel van onze machines zijn net landbouwvoertuigen. Maar als er wegen vuil worden gemaakt, dan behoort dat ook gewoon tot de werkzaamheden. Dat die weer schoon worden gemaakt. Ja, precies. Kan een keer gebeuren. Ja. Zien we hier nog iets bijzonders op dit plaatje? Wat is het? Ja, dit is de kop van een boormachine. We hebben verschillende diameters van die boor. Dus we gaan met een klein boortje. Het is een beetje hetzelfde als in ijzerboren. Ja, eerst even een klein voorboren stukje. En dan een steeds wat dikker. Totdat je uiteindelijk de diameter hebt die je nodig hebt. Niet in één keer met het grote gevaart. Nee, dat gaat niet in één keer. Dat moet even in etappes. Dus dat is het voorwaar. Het rechter plaatje zie je inderdaad een boormachine. Met de boorstang die het gat ingaat. En links het plaatje van een kraan. Een graafmachine zoals die benodigd zijn om de opengravingen voor elkaar te krijgen. Ja, dat zijn dan die momenten waar het af en toe even moet. Ja. Dat je even net iets meer weg moet halen. Wat nou als er wel schade ontstaat aan een pad, een gebouw, een oprit, gewasschade? Wie is dan verantwoordelijk? Uiteindelijk kan het altijd. Waar gewerkt wordt, kan schade ontstaan. Ja. En dan kunnen ze gewoon contact met ons opnemen. En dan gaan we kijken van wat is de oorzaak? Wat is er gebeurd? En dan kunnen we kijken hoe we het kunnen afhandelen. Ja. Maar ook als mensen bijvoorbeeld na dit verhaal denken van... ik heb toch angst voor schade ergens op mijn terrein. Ja, geef het van tevoren aan, zodat we van tevoren met elkaar dat kunnen bespreken. Ja, precies. Dus het is altijd mogelijk dat er schade optreedt. Ja. En dat je niet dwars door alle kievitsnesten en weet ik veel wat allemaal tendert. Nou ja, daar hebben we gewoon onze ecoloog voor. Dus, van die loopt tevoren, er eens vooraf allemaal... Van tevoren hebben wij gewoon een werkprotocol, dus hoe we gaan werken. Een ecologisch werkprotocol. En vooraf wordt er dan ook gekeken, als het een bepaald seizoen is, dan moet er bijvoorbeeld een locatie worden vrijgegeven. Ja. Dat is gewoon de flora-fauna-wet, zoals die in Nederland geldt. Dus daar houden wij ook rekening mee. De kijker wordt getriggerd, merk ik, want er komt weer een vraag binnen. Hoe ga je om met ondergrondse objecten, bekend en onbekend? Een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. Onze opdrachtgever heeft uiteraard onderzoeken uit laten voeren op allerlei vlakken, onder de NGE, de niet gesprongen explosieven. Ja. En als het goed is, wordt dan alle terreinen worden vrijgegeven. Mocht dat niet zo zijn... Dan zijn er nadere onderzoeken mogelijk om te voorkomen dat we inderdaad een onbekend object, zeker een bom, is niet zo'n feest om die aan te treffen. Die onderzoeken zijn er al geweest voor een belangrijk deel. En dus dat voortraject is nogal heftig voordat je ze eindelijk weer kunnen beginnen met de kabel leggen. Zeker. En altijd kan je toevalsvondsten tegenkomen. Ja. En dan hebben we gewoon ook onze protocollen. Ja, dus inderdaad, bekend of onbekend, dat is allemaal al gecheckt. Ja. En als er wat gebeurt en je komt iets tegen, stop. Ja. Experts erbij. En pas verder als je zeker weet wat het is. En eerst handelen en dan pas weer verder. Ja. Die nazakking hebben we er al even over gehad. Daar zijn geen risico's op, zeg je? Of
zou het kunnen? Moeten ze daar bang voor zijn? Nou, door de werkmethode die wij toepassen, zoals Peter al aangaf, zit er, de grondverplaatsing is niet heel groot. Je gaat geen, zoals bij grote ontgravingen, dan haal je de grond eruit, helemaal uit, het gaat er weer terug in. Ja. En hier bij boringen en bij ploegen, dan wordt de grond minder geroerd. Dus wat de boer zelf al doet, alleen ietsje dieper? Ja, zeker dieper. Klein stukje dieper. Wat is de planning? Schets hem eens even. Wanneer... We verwachten in juli te kunnen starten en dan beginnen we echt met de kleine werkzaamheden. Dus dan zul je wat werkzaamheden in het gebied zien, zoals proefsleuven. En we gaan ons ketenterrein inrichten. Maar medio augustus, eind augustus, dan gaan we toch echt starten met de boringen en het ploegen. Dus dan gaat de omgeving de echte werkzaamheden zien. Ja, maar de overlast valt mee. De kans op risico is nihil, begrijp ik. Er zijn gewoon werkzaamheden, dus er kunnen schades ontstaan. Maar we hebben nemen alles in het voortraject en tijdens de uitvoering mee om dit zoveel mogelijk te beperken. Ja, is het voor jullie een grootse klus of is het eigenlijk van, dit valt in de categorie kleine dingetjes doen zo? Nou, ik denk dat het gewoon een mooi gemiddeld project is. Goed te doen voor Van Gelder. Ja, zeker. Mooi. Dank jullie wel, omgevingsmanagers. Ja, we kunnen nog net even een paar vragen behandelen. Dus we hebben snel even geregeld dat Wim Luiks weer even aan tafel komt van Windkoepel Groen. Mooi dat je nog even niet het pand had verlaten, maar nog even weer aanschuift voor een paar kijkersvragen. De eerste die ik hier zie is, kunnen burgers nog mee participeren? En dan bedoelt diegene niet Windshare. Mee participeren, dus een contaminatie. In de toekomst wel, op dit moment nog niet. Tot nu toe wordt er alleen maar geparticipeerd vanuit de omwonenden in het gebied. We zijn bezig met de voorbereiding van burgerparticipatie. Dat komt in de loop van dit jaar ook naar buiten toe. In welke vormen we dat handen en voeten kunnen geven. Ja. Dat is een overleg wat we ook weer met de overheden hebben. Omdat het zorgvuldig moet. Het gaat om geld. En we denken dat we daar wel in aparte uitzendingen ook nader op terugkomen in het najaar. Ja, precies. Hey, er komen diverse types van uiteenlopende hoogtes. We hebben al even gehoord natuurlijk dat die grote, die kunnen we net zo goed doen, want dat zien we toch niet. Maar er zit wel verschil in wat er komt. Er zit een verschil in. De hoogtebeperkingen die zijn aangegeven door ILT, de luchtvaartveiligheid, maakt dat er een paar lijnen zijn met wat kleinere molens. Ja. De overeenkomst zit er meer in dat de types, de vorm van, zeg maar, van alle molens, die moet op elkaar zodanig zijn afgestemd dat er geen hele rare verschillen zijn tussen de type molens. Dat is iets wat het beeldkwaliteitsteam bewaakt vanuit de overheid en waar je dus ook de keuzes mee rekening hebben moeten houden. Oké. En de deelnemende windparken die bepalen dus eigenlijk niet zelf wat ze willen, maar dat heeft allemaal te maken met... Nee, ze bepalen in hoge mate zelf wat ze willen, maar wel binnen een aantal criteria die opgelegd zijn door de overheid. Ja, precies. Ja. De gedeputeerde die kijkt streng mee of er allemaal... In dit geval waarschijnlijk de gemeente meer, maar ook de provincie, ook de gedeputeerde krijgt vast mee, ja. Ja, er komt ook de vraag die ik al iets eerder had verwacht, want dat krijgen we natuurlijk altijd met windenergie. Zijn er geen betere oplossingen dan windenergie? Nee, zit er geen naam bij? Ik weet niet wie hem heeft gesteld. Maar toch een goede vraag. Nee, daar kun je over twisten, maar ik denk dat er geen betere oplossingen zijn. Er zijn alleen meer oplossingen. En er zijn ook meer oplossingen nodig voor de toekomst om aan de gang te kunnen. Je hebt zonne-energie nodig, je hebt windenergie nodig. En mogelijk zijn er ook nog andere vormen van energie. Waterstof is uiteraard eentje in ontwikkeling. Ja. Het is de optelsom die moet maken dat we onze energiebehoeften kunnen blijven voldoen. En daar heb je meer vormen voor nodig dan alleen maar windenergie. Windenergie is wel een belangrijke. Ja, en please, wat is het? 16% nieuwe energie in 2023 geloof ik moeten behalen. Dat is eigenlijk al niet zoveel. Maar ik begrijp dat we het niet eens gaan redden misschien wel. Dus laten we in ieder geval wind zeker gebruiken. In 2023 komt er wel een heleboel op stroom. Want je ziet toch dat een aantal grote projecten dan ook gerealiseerd zijn. En dat betekent wel dat er, ik weet niet precies in percentage hoeveel dat oplevert, maar dat is wel een behoorlijke bijdrage. Precies, dus jij ziet dat wel rooskleurig in, of groen eigenlijk in elk geval. Ja, ik zie het groen in. Jij ziet het groen in. Nog een vraag, kunnen inwoners van de dorpen ook certificaten kopen? Ja, dan gaan mensen denken. Nee, dat hangt een beetje af van die vorm van participatie waar ik het eerder over had. Tot nu toe was het alleen maar mogelijk voor de omwonenden in het buitengebied om via windshare of rechtstreeks
certificaten te hebben in de lijnen. Hmm. In de toekomst komen er participatievormen, en of dat nou certificaten zijn of obligaties of andere vormen, dat weet ik nog niet precies, waarin de burgers uit de samenleving ook kunnen mee participeren in het windplan. Mooi, ja. Mooi. De komende periode gaat daar veel gecommuniceerd worden, neem ik aan. Dit was eigenlijk een start ook, maar ook op andere manieren. Ja. Nog wilde plannen voor of gaan we dat maar gewoon merken met z'n allen? Nee, we gaan het niet zomaar merken. De wilde, hangt er vanaf hoe je het begrip wild wilt definiëren. Als je kijkt naar de toekomst, we zijn nu bezig met de realisatie van het GDS. Van Gelder heeft al aangegeven, van daar moet een hoop gebeuren, maar dat zal misschien nog tot minder impact leiden voor de omgeving. Maar daarna komt de voorbereiding ook van het leggen van wegen, tijdelijk of permanent. Ja. En het aanvoeren van al die onderdelen die nodig zijn voor die turbines. En dan komt er wel een veiligheidsplan, er komt een vervoersplan. En dan komt er een heleboel in beweging waar de omgeving iets van gaat merken. Precies. En niet altijd even leuk, hè? Als de aanvoer van die rotoren, om een voorbeeld te noemen. Die dingen die zijn 85 meter lang. Ja, of ja, die spectaculair. Ja. Ze zijn ook spectaculair, ja. Dat is een behoorlijke periode waarin er 's nachts gereden wordt met al die rotoren die naar die molenplaatsen moeten komen. Daarin hoopt impact en daar willen we over blijven communiceren. Precies. Ja. De komende periode, als er dingen gebeuren, horen van jullie wat er dan precies gebeurt. Ja, en wat we in de komende periode ook doen is een nadere uitleg over de gebiedsgebonden bijdrage. Hoe we dat gaan organiseren samen met de gemeente en welke organisatie daarvoor wordt opgericht. En datzelfde geldt voor de burgerparticipatie. Ja, maar je staat wel te springen, hè? Je bent wel trots op wat er al Ik ben hartstikke trots op wat we bereikt hebben. En ik kijk met heel veel, eigenlijk al verwachting uit naar datgene wat er nog allemaal gaat komen. Precies, je kan niet wachten. Ja. Ja, dankjewel. We moeten gaan afsluiten. Het einde van het signaal. Ik wil de gasten natuurlijk bedanken, maar ook vooral jullie kijkers en ook de vragen die jullie stelden. Zoals gezegd, zijn er toch nog vragen die later komen of die nu niet beantwoord zijn? Ga dan snel naar die website www.windplangroen.nl/journaal. Daar kan je de uitzending ook op terugkijken. En het overkoepelende verhaal kan je daar ook terugvinden. Er komen dus meer journaals. Hou ook Facebook en de website allemaal in de gaten om gewoon mee te krijgen wat er allemaal gebeurt. Zodat je onderdeel bent van dit prachtige, ambitieuze plan van Windplan. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Adios.